Dit is een experimentele Rolls-Royce, waarvan er drie gebouwd zijn in 1928 om de 100 mijl per uur barrière te breken. En dit is 17iX en dit is dan ook de enige van de drie die dat daadwerkelijk gedaan heeft. Sportwagenfabrikant Spijker is er weer bovenop en CEO Victor Muller heeft na een jaar van spanning en stress de tijd om terug te blikken. Het was een annus horribilis, maar kende toch ook een gouden randje. We spraken met Victor Muller over zijn frustraties. Hoe krijg je waardering als ondernemer in een land dat doordrenkt is van een verstikkende spruitjeslucht? Nou ja, we zitten hier tussen al die auto's. Schitterende wagens. Heb je nooit het idee gehad in het afgelopen jaar van verzamelen van auto's is één ding, maar het maken van auto's is een ander. En misschien moet ik... Nee, natuurlijk, natuurlijk zijn dat twee separate zaken, ogenschijnlijk. Maar ze komen voort uit dezelfde passie. Als ik niet op mijn 18e auto's was gaan verzamelen en mijn eerste auto staat linksachter in de hoek, een Lancia 2000 Berlina, dan was ik van zijn leven nooit begonnen met het bouwen van auto's. Toch leek het er in mei op dat je een stapje terug ging doen, misschien wel uit het bedrijf zelf een stapje. Daar was geen sprake van. Nee. En ik moet zeggen, in hindsight, alles is natuurlijk waar achteraf, is het een ongelooflijk goede beslissing geweest dat ik toen uit de vuurlinie ben gegaan. Als ik was blijven zitten waar ik zat, dan had ik nooit kunnen doen wat we in de zes daaropvolgende maanden hebben gezien dat er is gebeurd. En uiteindelijk dus hebben geleid tot een succesvolle herverzien. Omdat ik veel en veel te veel in de vuurlinie stond. Ik kon niet én de hele dag de media van mijn lijf houden en ondertussen bezig zijn om nog op een of andere manier leiding te geven aan de onderneming. We hebben ook een Lagonda Rapide. Misschien wel een van de beste designs van voor de oorlog. Een design van Frank Feely. Een auto uit 1939 met een 4,5 liter Mace motor. Zescilinder. En een design dat zijn gelijke niet kent qua elegantie en gratie. Een prachtige auto waar er van maar zes van gemaakt zijn. Er bestaan er nog vier. Je had al die media-aandacht. Ja. Die wou je niet meer hebben. Simpelweg omdat het je zoveel tijd kostte. Of omdat je ook ergerde in het resultaat van die media-aandacht. Nee, ik natuurlijk ergerde me aan het resultaat. Met name omdat het helemaal niet meer om de feiten ging. Maar uitsluitend nog leek te gaan om een soort georchestreerde hetze. Die niets meer te maken had met de onderliggende business. Die op geen enkele wijze meer op de feiten gebaseerd was. De pers schreef dat het slecht ging met Spijker. Nee, en het ging slecht met Spijker. Nee, het ging helemaal niet slecht met Spijker. Dat is nou juist waar we zo uiteenlopen. Het ging helemaal niet slecht met Spijker. Waar het met Spijker slecht ging, was dat door de negatieve media-aandacht we een bankrun kregen. Wij waren prima in staat om, zij het altijd langs de rand van onze grenzen, we hebben nog nooit in onze historie iemand niet betaald. We hebben heel vaak mensen laat of te laat betaald. Daar is geen discussie over. Daar zijn we ook helemaal niet benauwd over om dat te zeggen. Zo is het gewoon. Dat hebben opstartende bedrijven. Misschien leuk om even naar deze zwarte Jaguar V12 te gaan. Die ik kocht in oktober 1991. Toen ik als zelfstandig ondernemer begon. Toen kocht ik bij mijn thans zwager Frits Kroijmans deze Jaguar V12 Serie 3. Die toen net uit productie ging. En ik heb hem altijd bewaard omdat hij voor mij een soort sentimentele waarde heeft. Omdat hij symboliseert dat ik toen als ondernemer voor mezelf begon. En ik kocht een auto die ik eigenlijk helemaal niet kon betalen. En dat deed ik omdat ik wist dat als ik dat zou doen, dat ik mezelf zou dwingen om zo verschrikkelijk mijn best te doen om geld te verdienen. Dat ik de lease, want ik kocht hem natuurlijk met een lease, dat ik die lease zou kunnen betalen. En dat is goed gelukt. En ik heb hem 17 jaar later nog steeds. Als je nou in een ander land had gezeten, denk je dan dat je niet dan had ik zo op de, negatief behandeling dan had ik op de cover van Forbes gestaan. Als een ondernemer die een oud merk met succes terugbrengt naar een echte business. Ik denk dat het gaat om het woord succes. Maar dat is de definitie van succes in Nederland is zo anders dan bijvoorbeeld in Amerika. En nogmaals, dat is geen kwalificatie, dat is een objectieve vaststelling. In Amerika, als je iets onderneemt en probeert, en dat doe je, heb je een bepaalde mate van succes. Ik had het liever natuurlijk niet gedaan. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Dat het doormaken van het jaar, het annus horribilis 2007, daar had ik graag voor gepast. Maar als het dan toch gebeurt en je komt met zwaar gehavend en met een bebloede kop aan de andere kant, dan kun je maar beter nog iets positiefs overhouden aan dat jaar.
En ik denk dat het enige echt concrete positieve... Er zijn een paar, toch wel een paar positieve dingen over te zeggen. Ik denk dat we ontzettend geleerd hebben... om ons nooit meer te begeven in het veld van een dodelijke mix. Ik denk dat we toch er een wereldwijde iets positievere merkbekendheid aan hebben overgehouden dan daarvoor. In ieder geval meer merkbekendheid. Laten we proberen niet te kwantificeren of het goed of slecht is, maar meer merkbekendheid. En ik denk dat we onze vrienden hebben leren kennen. Het was een jaar om met de woorden van een dierbare vriend te spreken. Zoiets ruimt wel lekker op. En dat doet het ook.